Yo bazen, daar ben ik weer met een nieuwe Brawl Stars video. En misschien zien jullie het. Mijn achtergrond is klaar. Hij is vet geworden, hè? Ik vind hem wel echt heel erg nice. Hebben we een iets leukere achtergrond dan gewoon standaard de witte deur die jullie normaal zagen. Het ziet er toch wel mooi uit. Maar vandaag spelen we dus weer Brawl Stars en we gaan de knokken Gus pushen naar rank level 25. Want Gus is al een tijdje uit, maar ik had nog niet echt de tijd gehad om hem echt te pushen. Maar in de afgelopen livestream heb ik samen met jullie Gus wat gepusht naar de 700 trofeeën. En daarna ben ik nog wat door gaan spelen. En ik heb hem nu op de 738. Dus we hebben nog 12 trofeeën nodig. En dan hebben we Gus rank level 25. Dus dat is nice. Maar we doen er een kleine challenge bij. Want ik ben gameboos niet als ik er een challenge bij doe. En dat is precies wat we vandaag ook gaan doen. Als ik binnen 2 potjes tijd Gus naar rank level 25 krijg. Dat is zeg maar het snelste wat nu momenteel kan. Mag ik in totaal 3 aanbiedingen kopen in de store. We hebben van alles. Dus dat is op zich wel nice. Skins mogen ook. Dus dat zien we dan zo meteen. Stel ik doe er 3 potjes tijd over. Dan gaat de aanbieding met 1 naar beneden. Dan mag ik 2 aanbiedingen kopen. Als ik 4 potjes in tijd nodig heb. Mag ik nog maar 1 aanbieding kopen. En als ik 5 of meer potjes in tijd nodig heb. Om rank level 25 aan te halen, mag ik geen 1 aanbieding kopen. Dus ik hoop dat er wat aanbiedingen kunnen kopen. Maar dat betekent eigenlijk dat ik geen 1 keer mag verliezen. Nou, 1 keertje verliezen kan, maar dan moet ik bijvoorbeeld 6e worden of zo in solo showdown. Want anders verlies ik dermate veel trofeeën dat ik waarschijnlijk wel 5 of meer potjes nodig heb. Dus het gaat spannend worden, maar we gaan erachter komen. En als jullie er zin in hebben, doe dat duimpje omhoog. 1000 of 2000 likes heel tof zijn. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf op de hoogte van al mijn video's. En gebruik natuurlijk de code BOUS. Als je zelf ook iets koopt in Brawl Stars, Clash Royale of andere Supercell games. Wordt gewaardeerd natuurlijk. We spelen trouwens in de mystery modus. Dan hebben we solo showdown met doodsangst. Dus dan ben je zeg maar onzichtbaar en dan krijg je de hele tijd levens eraf. Dus dat is wel wat anders spelen dan normaal. Maar ik vind het eigenlijk wel heel chill spelen. Ik ga hem even aan jullie laten zien waarom ik het eigenlijk wel chill vind spelen. Want je kan namelijk best wel voorzichtig spelen. Als jij niet te gek doet en gewoon redelijk safe speelt, gaat er niet zo snel iets gebeuren. Moet hier even uitkijken. Oh, daar is al iemand, daar is al iemand. Oké, shit. Nee, dit gaat dus niet zo goed. Nee. Oh. Even hier uitkijken, shit. Oké. Nou, dit voorbeeld was niet goed. En nu wordt het al heel moeilijk. We hebben nu 21 trofeeën nodig en we hebben 1 potje verloren. Oké, 2 potjes gaat nu al niet meer lukken. Nee, ja, we hebben dan in totaal 4 potjes nodig. Als ik nu 3 potjes goed speel, dan kan ik het halen. Wow, dit wordt wel heel pittig. Dan kan ik misschien de 4 potjes nog halen. Dan kunnen we misschien 1 aan binnenkomen. Maar no, ik heb het nu al bijna verpest. Oké, maar wat ik wil uitleggen, als je de map hebt met wat botjes en je hebt een plekje gevonden, iedereen gaat best wel snel dood. Dat wou ik vertellen. Dus als jij gewoon rustig in een botje zit te wachten, vaak eindig je dan wel in de top 4. Dus je hoeft niet eens heel erg goed te spelen hier zo. Om zeg maar een beetje hoog te komen. Alleen ja, dan was het vorige potje niet echt goed voorbeeld. Ik had die bosjes daar niet moeten inlopen. Want ik had daar natuurlijk een tegenspeler kunnen tegenkomen. Maar we gaan het nu wel even doen. Ik laat het even zien aan jullie. Dat jullie een beetje een idee hebben dat het wel kan. Ik blijf in dit bosje. En tegen de tijd dat het gif bij mij is, weet ik zeker dat er nog maar 5 of 6 spelers over zijn. En dan gaan we spelen. En dan gaan we kijken of we nog in de top 4 kunnen komen. Oh, en als er natuurlijk iemand in de buurt komt, dan gaan we die natuurlijk wel pakken. Die tik die kan ik momenteel niet pakken. Maar dat ga ik natuurlijk ook doen. Dus het is een beetje campen. Maar op deze manier kan het heel makkelijk. En die tik kunnen we dus nu makkelijk hebben. En dan krijg je weer levens erbij. Het enige nadeel is wel dat die Sprout dus nu weet waar ik zit. En dat is wel een klein nadeeltje. Oh, kijk. En die Sprouts en tik zijn zo irritant. Maar ja, inderdaad. Zeg maar voordat het gif bij mij er was. Ik ben nu dood. Was de top, waren er al 4-5 dood. Dus dat is balen. Maar Sprout, Stick zijn eigenlijk veel te goed in deze game mode. En Gus niet zo. Nou, het is nu al zeker. We gaan de 4 of 5 potjes niet halen. Het wordt 5 of meer. Dit gaat wel een lange video worden. Oké, ik ga even op een concentratie spelen. Ik ga nu niet meer zo campen als wat ik net deed. Ik moet gewoon even zorgen dat ik goed ga spelen. En geen domme fouten meer ga maken wat ik net wel deed. Oké, er is een Nani daar. Die doet wel wat meer damage als wat ik doe natuurlijk. Hier hebben we een krachtpunt en hieronder zit eentje. Dat is een stoel. Kunnen we die hebben? In ieder geval even iets damage doen. Nou, hij gaat weg. Hij gaat weg. Dan gaan we ondertussen even hier de boel openen. Ik moet even zorgen dat we nu even een potje goed gaan spelen. Dat we de vorige potjes weer ietsjes compenseren. Ja, dat zou even nice zijn. Ondertussen is die tik daar goed bezig. Wel weer even een hit gedaan, dus dat is lekker. Dan heb ik weer iets HP erbij. En die tik is nu dood. Dat is ook lekker. Ik vind dat zo irritant, jongen, al die tiks. Als je trouwens een knokker wil pushen in deze game mode, kies tik of sprout. En ja, je gaat geheid
ziek op vooruit. Dat is echt niet normaal. Oké, moet hier even oppassen. Ja, die tik die weet natuurlijk dat ik die krachtpunt wil hebben. Dus ik kan hem nu alsnog pakken. Ah, ik heb 1 hit gedaan. 1 hit. Ja. Oké, hier weer even uitkijken. Oké, dit potje gaat beter. Ik denk dat we nu hier wel eventjes in ieder geval een redelijke win kunnen pakken. Die search, even een hit gedaan. Nice, en deze kunnen we ook pakken. Oh, die grond, die moet dood, die moet dood, die moet dood. Die is nu ook dood, oké, nice. En nu die stoel pakken, dat zou ook mooi zijn. Gaat net niet lukken, maar ik heb een super. En dat is ook heel chill. Als je eenmaal je super hebt met Gus, dan kan je echt, zeg maar, vet veel levens erbij krijgen. En die zijn ook nice, die dingetjes die ik net pakte, die spookjes. Want daar krijg je ook weer levens ervoor bij. We hebben nu 8 krachtpunten. En we gaan echt vet goed. Als ik nu gewoon een beetje zakelijk dit uitspeel en geen gekke dingen doe, dan ga ik dit potje wel winnen. Ja, dan compenseert de vorige potjes weer een beetje. Maar ja, de challenge die ik voor mezelf in gedachten had, die heb ik dus helemaal verprutst. Er is daar ook nog een Nani. Daar moeten we trouwens wel een beetje voor oppassen. Oh, ze zijn trouwens allebei bijna dood. Als ik in principe nu geen gekke dingen doe en gewoon niet blijf leven, dan gaan ze allebei vanzelf dood. Dan hoef ik helemaal niks te doen. Die Nani gaat nu ook dood. Ja, inderdaad. Hey! Kijk, op die manier kan je het ook uitspelen. Je hoeft niet per se aan te vallen. Misschien als ik nu was wezen aanvallen, dat het juist tegen mij was gekeerd. En dat ik juist af was gegaan of dat ik zelf weer levens afkrijg. En dan krijgt hij weer levens erbij. Dan kan het in één keer ook heel snel omwisselen. Maar we doen nog een potje en eens kijken wat hier terecht van gaat komen. Ik zal vanaf nu wel iets meer de hoogtepunten laten zien, want ik weet niet hoe lang het nog gaat duren. Het kan misschien binnen 1-2 potjes gebeuren, maar... Nee, 1 trouwens niet. Het kan binnen 2 potjes gebeuren. Maar het kan misschien ook wel zijn dat er nog 10 potjes bezig zijn als ik nog een paar keer ga verliezen. Nou, we zitten ondertussen in de top 5. Dus dat betekent in ieder geval geen min trofeeën. Dus dat is nice. Oh, daar is een sprout. Daar is een sprout. Die zijn zo irritant. Ja, die zijn echt heel irritant. We kunnen misschien nu pushen. Dan had ik hem wel moeten raken, want nu zijn we dood. Oké, we krijgen 1 trofee erbij. Dat schiet niet op. We moeten eigenlijk in de top 3 komen, want dan krijg je pas echt trofee erbij. Ik vind vooral 5, dus 1 trofee, daar heb je echt totaal helemaal niks aan. Dus hopelijk gaat dit potje iets beter. Een crow, die zijn trouwens wel echt goed in deze game mode ook. Je hebt een aantal knokkers die ziek goed zijn hier zo. Nou, crow is er sowieso eentje van. Jean is trouwens ook goed, Nani ook wel. Maar vooral Tick en Sprout, die zijn echt extreem ziek. Maar ik ga hier even afwachten en ik zie jullie zo meteen en dan kom ik zo meteen weer tevoorschijn. Ik kom trouwens nu al tevoorschijn, want die Mortis die komt er nu aan. En gaat dit goed komen? Ja, dat komt goed. Oké, nice. Dat scheelde niet veel. Volgens mij zit daar nog een crow trouwens. Of liep die daar nu naar boven? Volgens mij liep die daar naar boven. Ja, oké, top. Dan kunnen we hier toch nog eventjes gaan afwachten. Oké, top 4 is ondertussen behaald. We gaan nu eventjes tevoorschijn komen. En dan gaan we eens kijken of we hier iedereen kunnen pakken. Ik zag dat hier ergens geschoten werd. Oh, hier zit die tik. Oh, shit. Ik kan me super aanzetten. En dan kan ik die tik misschien nog hebben. Dat zou mooi zijn. En ja, nice. Oké, dit is top. Oké, ik zal er even wachten. Kan ik deze krachtpunt pakken? Zitten we in de top 3. Dan hebben we eindelijk weer plus trofeeën erbij. Dus dat is mooi. En dan gaan we eens kijken of we het hier ook nog kunnen afmaken. Die Spike, die gaat nu dood. Ja, dat is mooi. En oh, dan krijg ik toch nog 1 hit op mijn bakkers. Oké, die tik, dat wordt wel even een andere verhaal. Hoe gaan we dit doen? Ik zal hier even doorlopen. Oh, nou ja, was eigenlijk bijna niet te doen. Daar moest ik echt heel goed ontwijken. Maar we zijn 2e geworden, dus weer 8 trofeeën erbij. En dan zijn we nu nog 5 trofeeën verwijderd. En dan hebben we het alsnog gehaald. Oké, daar gaan we dan. Dan moet dit potje dus eventjes goed gaan komen. Wat is dat? Dat is een sprout. Oké, dan ga ik snel weg. Ja, die sprout, daar heb ik geen zin in. Als er één knok irritant is, ja, ik heb het al uitgelegd. Dat is Sprout. En Tick, ja, ik vind die echt super irritant hier. Oké, dat scheelt. Brock heeft 1 tik gekild, dus dat is weer 1 tik concurrent minder. En zijn nu al 2 dood. Dat is wel echt te chillen aan deze game mode. Het gaat zo belachelijk snel. Dat is niet normaal. Het enige nadeel van een Sprout of Tick is wel, stel je hebt een Mortis tegen je, dan kan het ook heel snel klaar zijn. Oké, dit is ook shit. Oh man, ik ben net gesandwiched. Nou, oké, net het potje dat het kon gaan gebeuren, gaat het niet gebeuren. Trouwens, het kan nog steeds. Als we nu eerste worden, dan hebben we het alsnog gehaald. Dus we moeten nu even zorgen dat we goed gaan spelen en dat we eerste gaan worden. Maar het is niet echt de game mode met Gus waarin je heel lekker kan pushen. Je hebt eigenlijk andere knokkers die iets beter zijn. Nou ja, maakt niet uit. We proberen het er het beste van te maken. Hier is een gif. Wat gaan we doen? Ik kan hier even kijken of ik een hit kan doen. Ja, top. Nou, dan heb ik weer ietsjes HP erbij. Hij hier ietsjes HP eraf. Ik ben blij, hij niet blij. Ja, hij wil teamen, maar dat doe ik lekker niet. Dat doe ik lekker niet. Als ik nog 1 hit doe, dan is hij al af. Dus dat zou mooi zijn als dat gaat lukken. Hij gaat trouwens sowieso zo meteen af als hij geen hits gaat doen. Dus ik moet gewoon zorgen dat ik niet geraakt ga worden. En dan heeft hij een probleem. En ik niet. Ja. Dus kom maar, jongen.
Kom maar. Nee, zet daar een bom neer. Niet dat dat heel veel uitmaakt. Oké, er zat daar een spike. Nou, prima. Dan zitten we in de top 6. We zitten al in de top 5. Dus we hebben sowieso weer een win. Nou, win. We krijgen in ieder geval plus trofeeën. Dus geen min trofeeën. Maar ik wil eigenlijk nog minimaal één plekje omhoog. Dus ik wacht hier even in de bosjes af. Zorgen dat er nog één of twee doodgaan. En dan kom ik weer tevoorschijn. Ik hoop dat dat in ieder geval gaat gebeuren voordat ik uit HP ben. Dat ik geen levens meer heb, zeg maar. Nou, we zitten nu in de top 4. Ik moet nu toch wel echt tevoorschijn gaan komen. Oh, lekker. Dat is dan toch wel heel fijn. Dat je één met één hit meteen een kill kan maken. Je ziet hier een tik. Oké, ik heb hier nu een probleem. Hoe gaan we dit doen? Oké, ik kan hier misschien wel nog een hit doen. En oké, ik deed nog één hit. Maar die tik die had echt vet veel krachtpunten. Nou, maakt niet uit. We zijn in ieder geval derde geworden. Dus nog 3 trofeeën en dan hebben we het alsnog gehad. Dan is het wat langer, of heeft het wat langer geduurd dan dat ik wat had gehoopt. We zijn echt veel meer dan 5 potjes bezig. Dus we mogen helaas geen aanbieding kopen. En wat ik trouwens irritant vind, even een frustratiepuntje. Als je opnieuw spelen drukt in Brawl Stars, je moet altijd ziek lang wachten. Terwijl dat je normaal als je gewoon sluit en dan gaat spelen, dan heb je veel sneller spelers gevonden. Kijk, nu hoefde ik niet zo lang te wachten. Maar opnieuw spelen moet je echt gewoon minutenlang wachten. Ik weet niet hoe dat precies kan. Maar ja, doe je helaas weinig aan. We gaan eens kijken wat we hier kunnen doen. Die Edgar is levensgevaarlijk, dus daar ga ik bij weg. En dan ga ik hier eventjes een plekje of krachtpunt opzoeken. Nou, weet je wat? Ik ga gewoon hier al wachten in de bosjes. Ik zorg ervoor dat ik gewoon weer eventjes ga campen. En dat ik op deze manier gewoon weer trofeeën erbij ga krijgen. Is misschien een beetje zielig, maar het werkt. Het werkt echt. Dus we gaan het gewoon eventjes doen. Oké, we zijn nu 1 trofee verwijderd. En je gelooft het misschien niet, maar het is wel echt zo. Ik ben een uur bezig. Ik ben een uur bezig om dit te halen. Wat was het eerste potje? We gaan helemaal naar onder scrollen. Kijk dan. Het hele map staat alleen maar vol met potjes vanaf nu 42 minuten. Zo ver gaat hij terug in de tijd. Oh, ik ben echt helemaal gek. Ik zit mezelf helemaal op te vreten. We gaan omhoog, iets naar beneden, omhoog, naar beneden. Echt de hele tijd, als we winnen, verliezen we weer. Als we winnen, verliezen we weer. Dus als we nu weer verliezen, dan word ik helemaal gek. Een top 5 plek is nu voldoende om het dan uiteindelijk te halen. Ja, de camera stand is net wat anders. De kast is omhoog gaan, want ja, ik sta nu dus. Wow, dit is zo frustrerend. Oké, hopelijk gaat het dan nu eindelijk goed komen. En gaan we nu weer halen. Ik ga gewoon hier heel rustig doen. Ik zorg ervoor dat we top 5 plekje halen. Ik wil gewoon zorgen dat het nu klaar is. Dat we het hebben gehaald. Oké, we zijn er nu bijna. Nog 1 plekje en dan hebben we het gehaald. Dus dat is nice. En daar gaat net iemand dood. Dus dat is helemaal mooi. Ik zie dat hier een tik is. Ah, oh, ik kan mezelf ook af laten gaan. Maakt niet uit. Ik wil eigenlijk die kogels ontwijken. Maar boeien! We hebben het gehaald! Oei. Dit was echt heel ernstig. 12 trofeeën en we zijn er gewoon een uur lang mee bezig geweest. Oh, die challenge die ik in gedacht had aan het begin. Het is echt totaal niet gelukt. Nou ja, we zijn uiteindelijk wel 30 potjes bezig geweest om dit te halen. Ja, beter laat dan helemaal nooit. Ik bedank jullie voor het kijken. En dan heb ik tenslotte nog mening te zeggen. Dus natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmeunig hebt genoten van deze video, vergeet dan natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan ga ik even woep opzij. En dan komt hier een video te staan. Die kan je checken. En ik denk dat je die ook wel leuk vindt. Dus nou, misschien leuk om nu dan te kijken. En hier kan je op drukken en dan kan je abonneren. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Maar dit was het echt. Joejoe!